Het blijft onrustig. In september 1980 worden Sital, Meinals, Juman en enkele leden van de Revolutionaire Volkspartij gearresteerd. Ze worden beschuldigd van het beramen van een linkse coup. De grondwet wordt buiten werking gesteld, de noodtoestand afgekondigd en het parlement naar huis gestuurd. Het enthousiasme van de bevolking voor de militairen neemt steeds meer af. Dit komt duidelijk tot uiting tijdens de viering van 1 jaar revolutie. Men verwacht 60.000 scholieren en studenten, maar er komen er slechts 20.000. Dat deze niet alleen maar gekomen zijn om naar feestelijke speeches en muziek te luisteren, blijkt al gauw. Ik zou je vragen, sta niet te schreeuwen, maar kom hier. Wie is de leider van het ding? Heb je een leider of heb je geen leider? Maar wanneer we onze mening uiten, dan worden we opgepakt en opgesloten. En daar moeten we toch aan opkomen! Inmiddels zijn binnen de regering Shin Hasen weer problemen ontstaan. Oorzaak is het reeds lang sluimerend conflict tussen Haakmat en Shin Hasen over de richting waarin Suriname zich moet ontwikkelen. De militairen kiezen voor Shin Hasen en Haakmat wordt ontslagen. Waarschijnlijk onder druk van linkse groepen rond Bouterse, die de revolutie te veel naar rechts zien afglijden, verzoent Bouterse zich met Sital, Meinals en Juman. Als onmiddellijk daarop aangekondigd wordt dat Suriname voortaan een socialistische koers gaat varen, ontstaan er geruchten over het leiderschap. Duidelijk te hebben gemaakt wat wij verstaan onder een Surinaamse socialistische maatschappij en dat onduidelijkheden en misverstanden omtrent de door ons voorgestane maatschappijvisie thans uit de wereld zijn. Saranang Sawini was getekend het militair gezag die Bouterse R. Harp. Tot slot wil ik aan deze verklaring toevoegen dat wij regelmatig zullen terugkeren om u de nieuwe koers in onze revolutie te verduidelijken. Voor de mensen die in de afgelopen dagen twijfelden wie de leiders zijn van de revolutie, hebben wij deze geruststelling. Geen paniek, er is niets aan de hand. Goedenavond. Het blijft dan een tijdje rustig in Suriname, totdat in februari 1982 de oud-NPS-propagandist Lemmers, Palem, overlijdt. Zijn begrafenis groeit uit tot een grote betoging tegen de militairen. Dit is de Rijnse onderdrukking. Ze zeggen, ja, er is nog nooit zoveel vrijheid geweest. Er is nog nooit zoveel onderdrukking geweest. Het volk wil ze niet hebben. Laat ze verkiezing houden, dan zullen ze zien wat er gaat gebeuren. Het land is een militair dictatuur in een gesloten of gedekte vorm. We willen die mannen niet hebben. Want als je ter bestemde plaatsen gaat praten, dan mag het niet. Je wordt in de kraag gepakt of je krijgt geen werk. Weet u wat NMR betekent? Nog meer rotzooi. In dezelfde maand beleeft de regering Shin Hasen de zoveelste crisis. Na een conflict met de Palu-ministers Ali Bux en Vrede laten de militairen Shin Hasen vallen. Hij mag nog president blijven, maar moet zijn premierschap opgeven. Shin Hasen accepteert dit niet en neemt ontslag. Meester Ramdat Misir wordt benoemd tot waarnemend president. Op 10 maart 1982 is er naar aanleiding van het Pagwa-feest een ontvangst op het paleis. Een van de aanwezigen is professor Baal Oerousing, hier met Bouterse in gesprek. Later wordt gezegd dat hij het brein is achter de coup van de militairen Rambokus en Hauker. Hauker, die gevangen zit voor een eerdere coup-poging, wordt daarvoor door Rambokus bevrijd. De Mimiribuku-kazerne wordt overgenomen en van daaruit rukken de panzerwagens op richting Fort Zeelandia, waar Bouterse zich met een aantal getrouwen heeft teruggetrokken. Hauker en Rambokus verschijnen op de televisie en verklaren dat zij de macht hebben overgenomen. De verklaring van Rambokus en Hauker komt te vroeg, want de groep soldaten die Bouterse moet arresteren
loopt op het laatste moment over, waardoor de coup mislukt. Rambocus weet te ontkomen en Hauker wordt gevangen genomen. Heeft u nou echt gedacht dat het zou lukken? Nou, in eerste plaats, het was al duidelijk dat, het merendeel van het leger achter haar leider stond. Want er vonden veel overlopingen plaats. U bent dus echt geen leider? Ik ben een militair. Maar geen leider? Dat weet ik niet, meneer. Voor het steun, morele steun, in de vorm van sigaretten, in de vorm van eten, in de vorm van voeding. En ik wil een hartelijk applaus daarvoor hebben. Dan wordt de Nederlandse televisie weggestuurd. Maar vangt nog net iets op. Daarom ontkomt het militaire gezag er niet aan om hedenmorgen om 6 uur de voormalige centrum-majoor Hauker te fusilleren. Professor Baal Umrao Singh wordt dood aangetroffen in Nikeri. Na een klopjacht in Saramaka wordt Rambocus opgepakt. Hij wordt gevangen gezet en verschijnt later voor de krijgsraad. Bij het opzetten van de planning om de democratische rechten in uw visie te herstellen, waren er geen legale wegen te bewandelen. Meneer de auditeur, er zijn door diverse mensen pogingen gedaan om legale wegen te bewandelen. Ik wil als voorbeeld een voorbeeld aanhalen die niet in de pers media verschenen is vanwege de censuur, maar uit eigen informatie is mij dit bekend. De heer Humphrey Keerveld was bezig met legale middelen om in Suriname te geraken, ik bedoel legaal in de ogen van het huidige gezag, om in Suriname de democratie te herstellen. Hij is echter op dubieuze wijze om het leven gekomen in Guyana. En wanneer personen, burgers in dit land, slechts op grond van het feit dat ze kritiek hebben op de gang van zaken, worden aangehouden en mishandeld, dan moet ik daaruit concluderen dat wanneer ik, ongeacht welke poging doe om verandering in de situatie te brengen, ook hetzelfde lot zal ondergaan.